Welkom bij de Leidse Vijf, met vandaag de sterrenkundige Willem de Sitter in de Spotlight. Het verhaal tot nu toe. Gebaseerd op het voorwerk van Lorentz, publiceerde Einstein aan het begin van de 20 e eeuw zijn speciale relativiteitstheorie. Hij sleutelde er tien jaar lang verder aan, geholpen door zijn vriend en collega Erevest, wat leidde tot de algemene relativiteit. Vandaag zoomen we nog meer in op die ontwikkeling met het verhaal van de Sitter. Hij was een van de eerste sterrenkundigen die begreep wat de gevolgen van de relativiteitstheorie waren voor de studie van het heelal en wist daarmee essentieel bewijs te vinden voor de speciale relativiteit. Bovendien smokkelde hij de algemene relativiteit tijdens de Eerste Wereldoorlog van het continentale Europa naar Engeland, waardoor later de Britse astronoom Eddington de algemene relativiteitstheorie kon bevestigen. En, last but not least. De Sitter had de algemene relativiteitstheorie zo goed in de vingers dat hij maker Albert Einstein op een aantal fouten kon wijzen. Op 5 mei 1872 viert de rechter Lamoraal Ulbo de Sitter zijn 26 e verjaardag in de Friese stad Sneek. Toch gaat alle aandacht vandaag niet uit naar hem. Maar naar zijn hoogzwangere vrouw, Catharina Bertling. Voelde zij vandaag nog haar eerste weeën opkomen, één dag later, op 6 mei 1872, sluit zij haar pasgeboren zoontje in haar armen. De trotse ouders vernoemen hem naar zijn grootvader en oud-burgemeester van Groningen, Willem de Sitter. Zo voegt hij een nieuwe generatie aan de stamboom van familie de Sitter, gekenmerkt door een eigen familiewapen. Te weten, de valk, zittend op een zwarte kubus of teerling, omgeven door twee vervlochten blauw-witte olifanten slurven. Het mag duidelijk zijn, de sitter groeide op in een vooraanstaande familie. Hoewel hij is geboren in het Friese Sneek, brengt de sitter het grootste gedeelte van zijn jeugd door in Arnhem. Hier wordt hij al op jonge leeftijd gegrepen door het heelal, getuige het kleine kijkertje dat hij zelf had gebouwd om de nachtelijke sterrenhemel in nog groter detail te kunnen verkennen. In 1885, de zitter is dan 12 jaar oud, begint hij aan het gymnasium te Arnhem. Zijn wiskundedocent noteert in zijn eerste jaar: Willem is slordig bij wiskunde. En voor zijn gedrag bij geschiedenis en aardrijkskunde scoort de zitter een magere 2. Toch haalt hij verder alleen maar 4 en 5, waar een 5 nog de maximale score was. Voor zijn eindexamen haalt hij zo een keurige 4 gemiddeld, met positieve uitschieters voor Engels en een wiskundevak. Zijn eerste wiskundedocent had het misschien niet verwacht, maar na zijn middelbare school gaat de sitter wiskunde studeren aan de Universiteit in Groningen. In Groningen sluit de sitter zich aan bij de Studentenvereniging Vindicat ad Capolit, net als levenslange vriend en geroemd historicus Johan Huizinga. Tussen het studeren door was het hem niet ongewoon om zich met lust te wijden aan de genoegens van het studentenleven. Om met de woorden van Huizinga te spreken. Biljard was de favoriete tijdsbesteding, waarop de sitter op enig moment zelfs toetrad tot de biljardcommissie van Vindicat. Maar hard werken doet de sitter ook. Hij raakt gefascineerd door de manier waarop we als mensen de werkelijkheid om ons heen kunnen waarnemen. Als 24-jarige student schrijft hij hier een kort opstel over. Een natuurkundige theorie zoals elektriciteit is geen verklaring van de werkelijke feiten, maar een conforme afbeelding. Al onze voorstellingen zijn conforme afbeeldingen. Als wij ons eigen denken willen begrijpen, moeten wij er een conforme afbeelding van hebben. Wat zijn zogenaamde fundamentele waarheden in het leven? En hoe kun je deze onomstotelijk vaststellen? Deze principes zullen een belangrijk thema blijven in de Sitter's latere werk. In confrontatie met Andermans nieuwe theorieën over het universum gaat de Sitter tot het uiterste om de wilde voorspellingen te toetsen aan de waarnemingen om ons heen. Ja, ook wanneer deze persoon Albert Einstein heet. Complexe wiskundige vergelijkingen gaat daar hierbij niet uit de weg. Sterker nog, de sitter ontplooit zich tot een bijzonder nauwkeurige rekenaar. Deze talenten zijn ook Jacobus Kapteijn niet ontgaan, de eerste hoogleraar sterrenkunde en theoretische mechanica in Groningen. Bij gebrek aan een observatorium daar werkte hij samen met de sterrenwacht in Kaapstad, waar sterrenkundige David Keel aan het stuur zat. Samen werkten zij aan een catalogus van honderdduizenden sterren in het zuidelijke halfrond. Zorgvuldigheid en precisie waren hierbij van groot belang en zo schopte de zitter zich tot hun wiskundige rechterhand. De eeuwwisseling kent zo meerdere hoogte- en dieptepunten voor de zitter, ook op persoonlijk vlak. Op 6 december 1898 trouwt hij met zijn vrouw Elanora Suurmond in Kaapstad, de plek waar zij elkaar hebben leren kennen. Hij was er dolgelukkig. Ik ben er vol van, als een geslepen glas vol is van licht, zou de sitter hebben gezegd. Gil schreef aan kapitein dat de sitter inderdaad deliriously happy was, maar dat zijn werk er niet onder leed. Een jaar later werd zoon Lamoraal Ulbo geboren in Zuid-Afrika. En in 1900, eenmaal teruggekeerd naar Groningen, volgde een dochter, Theodora. De vreugde slaat begin 1901 echter om in somberheid, wanneer het noodlot toeslaat voor zoontje La Moraal Ulbo. Mijn hoofd staat niet naar schrijven op dit ogenblik. Ons allerliefste jongetje is vanmorgen na een ziekte van bijna vijf weken overleden. Doe iedereen de beste groeten. Altijd de uwe de Zitter. schreef hij Gil. Een jaar later wordt een tweede zoon geboren, die zij nogmaals Ulbo noemen, vernoemd naar de vader van de zitter. In 1905 is de familie compleet met de geboorte van zoon Arnhoud de Sitter. De Sitter geniet van zijn jonge gezin. Bovendien ligt een veelbelovende toekomst als wiskundige in het verschiet. Tenminste, dat zou je denken. Tegen het eind van de 19e eeuw was de Sitter nog een wiskundige. ...en Kaptein maakte dankbaar gebruik van zijn rekentalent om zijn eigen waarnemingen van de sterrenhemel te duiden. Kaptein gaf wel nog iets terug voor die diensten, een carrière in de sterrenkunde. Met zijn Engelse collega David Gill behoorde kapitein tot de grootste astronomen van de 19e eeuw... ...en zij namen samen de sitter onder hun vleugel, onder de indruk van zijn waanzinnige wiskundetalent en gedrevenheid. Het is belangrijk om te benadrukken wat een geluksvogel de sitter was. Natuurlijk had hij het ook aan zichzelf te danken... Maar hij werd als jonge wiskundestudent echt gescout door twee sterrenkundige giganten. Dat wist hij zelf ook wel. Het zal grotendeels aan kapitein en gilde te danken zijn, indien het mij ooit in mijn carrière gegeven zal zijn, iets aan de bevordering van de wetenschap te doen, die zij mij geleerd hebben lief te hebben. Van die bevordering van de wetenschap zou het nog wel komen, maar eerst moest van deze 24-jarige met een wiskundeknobbel nog een sterrenkundige gemaakt worden. Dat gebeurde in het observatorium van Kaapstad in Zuid-Afrika. Het was Geel die de Sitter vroeg daar eens langs te komen. In een brief aan Geel schrijft de Sitter in 1911 erover: U bood mij aan om als rekenaar naar de Kaap te komen, om zo mijn astronomische studie af te maken, of liever ermee te beginnen. Want tot dan had ik mij niet in het bijzonder bezig gehouden met astronomie en was het mijn bedoeling om wiskundige te worden. De verwerking van de parallax-observaties werd mij toevertrouwd in mijn functie als rekenaar. En tenslotte begon ik onder uw leiding mijn werk aan de satellieten van Jupiter. De sitter werd in Kaapstad dus lekker aan het werk gezet: in eerste instantie gewoon als menselijke rekenmachine, maar later begon hij ook zijn eigen waarnemingen te doen aan de manen van Jupiter. Naast zijn werk in de relativiteitstheorie zou dit onderwerp hem zijn hele leven lang bezighouden. Toen hij, overigens na zijn vrouw Eleonora te hebben ontmoet in Zuid-Afrika, in Nederland aankwam, begon hij zijn proefschrift te schrijven over de manen van Jupiter, waarmee hij officieel sterrenkundige kon worden. De sitter probeerde in zijn proefschrift wiskundig te beschrijven hoe de manen van Jupiter om de planeet heen draaien. Het was een hot topic. Pas in 1892, vijf jaar voor de sitter vertrok naar Kaapstad, was de vijfde maan van Jupiter ontdekt: Amalthea. Jupiter is de grootste planeet in ons zonnestelsel en heeft daarom een sterke zwaartekrachtstrekking, waardoor het veel manen om zich heen vast kan houden. We weten nu van het bestaan van meer dan 90 manen om Jupiter, maar die kennis is gebouwd op het werk van onder andere de Sitter, die zijn hele loopbaan bezig was met het berekenen van hoe de verschillende manen precies om Jupiter heen bewegen. Dat vergt veel waarnemingen om vast te stellen hoe snel de manen bewegen en in welke richting. Maar ook een gigantische portie wiskunde. Niet alleen Jupiter trekt namelijk aan de manen, de manen oefenen ook zwaartekracht uit op elkaar. Voor een systeem zoals de aarde en de maan is dat relatief makkelijk uit te rekenen omdat er maar twee hemellichamen aan elkaar trekken. Maar voor een systeem van een planeet met vijf manen moest de Sitter een compleet nieuw wiskundig model verzinnen. Dat lukte hem door eerst te verzinnen hoe elke maan rond Jupiter bewoog en vervolgens zorgvuldig uit te rekenen hoe elke andere maan die beweging verstoorde. In 1901 promoveerde de sitter in zowel de wiskunde als de sterrenkunde. Het manenstelsel van Jupiter was mede dankzij de nieuwe ontdekking van Amalthea dus een hot topic en de sitter was niet de enige sterrenkundige die er een wiskundig model voor had ontwikkeld. Er was dus concurrentie, zoals de vooraanstaande Britse sterrenkundige Ralph Allen Sampson. Die vond het proefschrift van de sitter mooi werk, maar voegde daar wel nog aan toe dat de sitter een aantal ongegronde aannames en versimpelingen had gemaakt. Hij uitte deze kritiek in een kort artikel in het vakblad The Observatory. De kersverse dr. De Sitter was woedend. Natuurlijk is het allemaal onzin. Ik geloof niet dat er ooit zoveel blunders in zo'n kort stuk geschreven zijn, schreef hij naar Gil. De Sitter was dan wel een briljante sterrenkundige, maar nog niet bedreven in de academische diplomatie. Hij reageerde in The Observatory fel op Samson met zoveel sarcasme en passieve agressie als de vroege 20ste eeuw kon hebben. Ik ben blij dat professor Sampson niet meer serieuze bezwaren tegen mijn werk gevonden heeft dan deze twee, die beide zonder twijfel voortkomen uit een misvatting van zijn kant. Oeh, sterkende burn. Er ontstond een kleine academische veten, want de machtige Sampson gaf niet toe. De lezers zullen zonder moeite kunnen beslissen of mijn bezwaren triviaal zijn of niet. En op wiens bordje de fouten werkelijk liggen. Wij moeten als semi-neutrale jury honderd jaar later concluderen dat beide heren gelijk hadden. Hun meningsverschil kwam grotendeels uit het feit dat ze verschillende waarnemingen tot hun beschikking hadden... en die kwamen niet geheel met elkaar overeen. Hun resultaten daarom ook niet. Maar de sitter bleef zijn hele leven doorwerken aan dit onderwerp... en gaf zo nu en dan in zijn brieven en notitieboeken eerlijk toe dat zijn proefschrift echt niet perfect was zo schreef hij in een vlaag van emotie zelfs. Ik wilde dat ik haar nooit geschreven had. Zo hopeloos veel fouten. De Sitter was gedreven, kritisch en had een goed gevoel voor drama. Ook al was hij dan kritisch op zichzelf, de Leidse Sterrenwacht zag hem wel zitten. En in 1908 begon de Sitter als hoogleraar in de theoretische sterrenkunde. Het gezin de Sitter verhuisde zodoende mee naar Leiden. Eerst naar Noordeindeplein 2b. Later de witte single 37. Let wel, 1908 is drie jaar na het wonderjaar van Einstein, dus we leven op dit punt in de geschiedenis al in de relativistische wereld. Tijd, ruimte en materie stonden opeens in een nieuw licht, net zoals de belangrijkste natuurkracht in de sterrenkunde, de zwaartekracht. De sitter had maar al te goed door dat de nieuwe theorie de sterrenkunde voorgoed had veranderd, en er werk aan de winkel was. In zijn oratie zei hij. De gravitatiewet is nog steeds onaangetast, heeft nog geen bevredigende verklaring gevonden. De gravitatie is niet onderworpen aan absorptie, niet aan breking. Geen voortplantingssnelheid is geconstateerd. Op alle lichamen werkt zij gelijkelijk zonder onderscheid. Overal en altijd vinden wij haar terug in dezelfde strenge en eenvoudige vorm, waarop al onze pogingen om in haar innerlijke mechanismen door te dringen afstuiten. Kan de zwaartekracht door planeten heen werken? En breekt en buigt het dan, zoals een rietje in een glas water? En hoe snel beweegt de zwaartekracht? Sowieso niet sneller dan het licht, had Einstein met zijn nieuwe relativiteitstheorie gesteld. Niets kan immers sneller dan het licht. Er waren zoveel vragen om te beantwoorden dat de Sitter even gas terugnam in zijn onderzoek naar de manen van Jupiter en zich in plaats daarvan richtte op Einsteins speciale relativiteit. Zo woonde de Sitter in 1912 de oratie van Paul Erevest bij. Die zich hierin compleet wierp op de vele paradoxen en problemen die met de relativiteit opgelost moesten worden. De zitter was onder de indruk van zijn nieuwe collega en zijn ongetemde enthousiasme. Er was niets professoraals aan. Zijn bijzondere levendigheid en ongewone bewegelijkheid, waaraan de omstandigheid dat hij van een podium en niet uit een katheder sprak, de volle gelegenheid tot ontplooiing gaf. Deden de beelden die hij gebruikte, en hij beschikte altijd over een rijke beeldspraak. Zichtbaar en tastbaar voor ons staan. Hoe anders was dit voor hemzelf, de kersverse hoogleraar. Hij moest nog groeien in zijn nieuwe rol als docent, zo blijkt uit de almanak van het Leidse studentenkoor in 1910. Met een college over de mechanica der hemellichamen moest zijn hooggeleerde op verzoek eindigen, omdat zijn hooggeleerde te veel mathematische kennis van zijn toehoorders onderstelde. Waar het dit jaar voor het eerst was dat zijn hooggeleerde college had gegeven, geloven wij dat in de komende jaren gaandeweg de voordracht der colleges vlotter zal worden. Drie jaar later is het oordeel van geheel andere aard. Buitengewone helderheid en actualiteit kenmerken ook dit jaar de colleges. Wellicht had hij inmiddels advies ingewonnen bij zijn nieuwe collega Erevest. Maar zoals we nu weten was Erevest niet alleen een brulkikker, hij was ook briljant. Einstein had in zijn theorie gesteld dat de lichtsnelheid constant is voor elke waarnemer. Egevest vertelde hier in zijn oratie over dat iedereen dezelfde waarde voor de lichtsnelheid meet, onafhankelijk van hoe zij zich bewegen ten opzichte van een lichtstraal. Dus of je nu met het licht meereist, of het je tegenligger is, je zal altijd concluderen dat de snelheid van het licht ongeveer 300.000 km per seconde is. Einstein postuleerde dit, hij nam het aan. Maar Erevest wees er terecht op dat er nog geen experimenteel bewijs was voor die aanname. Hij stelde daarom een hypothetisch experiment voor, waarin een lichtbron stilstaat ten opzichte van een waarnemer en een andere lichtbron naar de waarnemer toe beweegt. De experimentator meet vervolgens of het licht van de ene lichtbron sneller door een buis naar de waarnemer toe beweegt dan het licht van de andere bron. Voilà, bewijs of ontkrachting voor een pijler van de relativiteitstheorie. Maar. Dit experiment is nog niet uitgevoerd omdat het een meetnauwkeurigheid vereist waarvoor de huidige middelen niet toereikend zijn. De lichtsnelheid is zo groot en de afstanden in het lab zijn zo klein dat de eventuele verschillen in snelheden van de twee lichtbundels nooit gemeten kunnen worden. Het was daarentegen echt essentieel om dit experiment toch uit te voeren, omdat er nog steeds veel natuurkundigen waren die Einsteins theorie niet zomaar wilden aannemen. Zo dacht de Zwitserse Walter Ritz dat de lichtsnelheid gewoon opgeteld moest worden bij de snelheid van de lichtbron. Helemaal in strijd met Einstein. Wie had er gelijk? Einstein of Ritz? Helaas, zei Erevest, voordat we het cruciale experiment met bewegende lichtbronnen kunnen uitvoeren, zullen we het niet weten. Vette pech, tenminste, als Willem de Sitter niet in de zaal had gezeten. Want hij had wel een oplossing. Gebruik geen laboratorium op aarde maar één in de ruimte. De sitter bedacht zich dat de afstanden in de ruimte wel groot genoeg zijn om variaties in de lichtsnelheid waar te kunnen nemen. Zijn idee? Kijk naar een dubbelster, bestaande uit twee sterren die om elkaar heen draaien. Die twee sterren bewegen afwisselend van ons af en naar ons toe, omdat ze in een cirkelvormige baan om elkaar heen bewegen. De sterren in zo'n dubbelster voeren dus de hele tijd het experiment van Erevest uit. Ze bewegen continu van ons af en weer naar ons toe. Dus als Einstein ongelijk heeft, en je mag de lichtsnelheid wel optellen bij de snelheid van de lichtbron, zal de snelheid van het sterlicht hoger zijn wanneer een van de sterren in een dubbelster naar ons toe beweegt, dan wanneer die zich van ons af beweegt. En andersom, als er geen verschil is, dan heeft Einstein gelijk en staat de speciale relativiteit als een huis. De sitter moest wel overdonderd zijn geweest van enthousiasme over dit idee, want zo goed als direct na de oratie van Erevest pakte hij sterrenkundige tabellen van waarnemingen van dubbelsterren erbij om, geïnspireerd door Erevest, uit te rekenen of er sprake kon zijn van een constante lichtsnelheid of niet. Nog geen twee maanden na de oratie van Erevest publiceerde hij zijn vondst. Einstein had gelijk: de lichtsnelheid is constant, onmiskenbaar de maximumsnelheid van het universum. Dit beroemde experiment, ook wel het de Sitter-Dubbelster-Experiment, was een van de eerste bevestigingen van de speciale relativiteit en verbond de Sitter voorgoed met de relativiteitstheorie. De Sitter was hiermee een van de eerste sterrenkundigen die de relativiteitstheorie van Einstein ter harte nam. Hij vond de speciale relativiteit fascinerend. Dus je kan je misschien wel voorstellen dat toen de speciale relativiteit in 1915 een sequel kreeg, de algemene relativiteitstheorie, hij stond te popelen om hiermee aan de slag te gaan. Even ter herinnering, met zijn algemene relativiteit gaf Einstein een geometrische interpretatie van de zwaartekracht. Planeten en manen en sterren liggen als bowlingballen in een doek, de ruimtetijd, dat als gevolg van hun massa vervormt. Als bijvoorbeeld een lichtbundel langs een ster raast, buigt het af, als een bal die je langs zo'n kuil in het doek rolt. De zitter dacht hier ook over na. Dat de ruimte niet zomaar plat kon zijn en met de alledaagse zogeheten Euclidische meetkunde beschreven kon worden. In zijn proefschrift, meer dan tien jaar voor Einsteins algemene relativiteit, zei hij: De veronderstelling dat de fysische ruimte in zijn kleinste delen identiek is met de Euclidische, is een hypothese die in geen delen op ervaring berust. Einstein dacht op dezelfde manier. En deelde de eerste versie van zijn algemene relativiteitstheorie in 1914. Zoals we al hebben gehoord, deelde Einstein zijn ideeën altijd snel met Hendrik Antoon Lorentz, die ze in uitgebreide lezingen weer uitlegde aan zijn leidse collega's, waaronder de Sitter. Die vond het prachtig, maar hier en daar onbegrijpelijk. In elk geval zijn de vergelijkingen van Einstein zeer ingewikkeld, uitermate onbruikbaar voor de astronomische problemen. In 1915 publiceerde Einstein zijn definitieve algemene relativiteitstheorie. Dankzij Lorenz kon de sitter alles leren over deze nieuwe theorie, waar hij vrijwel direct een belangrijke invloed op zou uitoefenen. In de zomer van 1914 raakte de sitter langdurig ziek en ligt hij het grootste gedeelte van de dag op bed. Pas in het najaar komt hij weer voldoende bij krachten om het lezen en het schrijven verder op te pakken. Vermoed wordt dat hij leed aan een chronische vorm van tuberculose, waarvoor hij ook in zijn latere leven meermaals zal moeten worden opgenomen. God mag weten hoe lang het gaat duren, schrijft hij een vriend in 1916. Eerder dit jaar was de sitter nog wel in staat geweest om de maandagochtendcolleges van Lorenz bij te wonen. Lorentz leert hem Einstein's nieuwste en alomvattende theorie te beheersen, de algemene relativiteitstheorie. Hij was misschien wel de eerste sterrenkundige die de gevolgen van de nieuwe theorie op de sterrenkunde kon doorgronden, dankzij zijn eigen onderzoek naar de zwaartekracht en de buitengewoon nauwe band tussen Lorentz, Erevest, Einstein en hemzelf. De sitter, toch geroemd om zijn uitzonderlijke rekentalent, laat Lorentz weten dat het hem zwaar valt, ik geloof dat weinig mensen zoveel vergissingen maken als ik. Zo biecht hij op. Het verbeteren van deze kost mij gewoonlijk minstens evenveel tijd als de berekeningen zelf. De sitter publiceerde in 1916 zijn eerste sterrenkundige artikel over de algemene relativiteit en begon hiermee zijn correspondentie met Einstein. Die vond het fijn om te horen dat zijn theorie heelhuids over de grens was gekomen, want zo vanzelfsprekend was dat helaas niet meer. Gedurende de Eerste Wereldoorlog staan Duitsland en Engeland lijnrecht tegenover elkaar. Waar de confrontatie aan het front onder luid wapengeweld plaatsvindt, is het in de wetenschap juist angstvallig stil. Er was sprake van een boycott. Artikelen van Duitse hand, laat staan een referentie naar een Duitse wetenschapper, werden geweerd uit hoogstaande Britse tijdschriften, zoals Nature en The Observatory. Uitnodigingen voor congressen zouden de overkant van de Noordzee nooit bereiken. Zo kon het gebeuren dat vrijwel alle leden van de Royal Astronomical Society, het belangrijkste astronomische orgaan in het Verenigd Koninkrijk, in 1916 niet op de hoogte waren van Einstein's meest revolutionaire inzicht: de algemene relativiteitstheorie. Zij waanden zich nog in een andere realiteit, een waarin zwaartekracht, een van de meest fundamentele krachten in het heelal, nog altijd niet kon worden begrepen. Dat is het geval totdat een niet-Brits lid van het Royal Astronomical Society opstond. In 1909 was een Nederlandse sterrenkundige toegetreden nadat hij met succes was voorgedragen door voorzitter Gale. Willem de Sitter, werkzaam in het neutrale Nederland, ergert zich aan het onderlinge wantrouwen in zijn vakgebied. Ik denk dat het in deze ellendige oorlog de plicht van wetenschappers is de internationale contacten niet los te laten. En juist de astronomie zou het voorbeeld moeten geven van doorlopende internationale wetenschappelijke samenwerking, ondanks alle omstandigheden. En dus besluit hij zelf de pen op te pakken. Op 27 juni 1916 laat hij Einstein per brief weten: Ik ben momenteel bezig voor de Monthly Notices of the Royal Astronomical Society een klein artikel te schrijven over de nieuwe gravitatietheorie en haar astronomische consequenties. Uw theorie schijnt in Engeland nog vrijwel volledig onbekend te zijn. Als u in de laatste tijd nog een paar nieuwe dingen heeft gevonden, dan zou ik het op prijs stellen als u mij die zo snel mogelijk zou kunnen meedelen. De briefwisselingen groeien uit tot een drietal gewichtige overzichtsartikelen, waarmee de Sitter zijn Britse collega's op kraakheldere wijze op de hoogte brengt. Van de algemene relativiteitstheorie en haar implicaties voor de sterrenkunde. Op 16 september 1916 discussieert de Sitter aan één gesloten avonden met de man achter de theorieën zelf, Albert Einstein die op dat moment bij Erevest logeert. Hij zou de sitter bedanken voor het overbruggen van de afgrond der verblinding, zinspelend op de kille wetenschappelijke verhoudingen gedurende de Eerste Wereldoorlog. Wellicht de belangrijkste brug die de sitter wist te slaan? Arthur Eddington. Hij was direct nauw betrokken als secretaris van de Royal Astronomical Society, in wiens monthly notices de artikelen van de sitter zouden worden gepubliceerd. Met de kennis van nu zien we in dit contact de sleutel tot het experiment dat het sluitende bewijs zou leveren voor Einsteins algemene relativiteitstheorie. De gewaagde expeditie vanaf het Britse vasteland over de Atlantische Oceaan langs de westkust van het Afrikaanse continent tot aan het eilandje Principe, waar Eddington zijn onderzoeksinstrumenten zou uitstallen. Waarom moest Eddington nu eigenlijk naar deze uithoek van de wereld? Hoe is hij er überhaupt in geslaagd om uit te varen in dezelfde wateren als waar nog altijd een oorlog werd uitgevochten? En eenmaal aangekomen, hoe bewijs je dan eigenlijk zo'n abstract concept als de algemene relativiteitstheorie? Om recht te doen aan dit verhaal hoor je de antwoorden op deze vragen in de volgende aflevering: Het levensverhaal van Arthur Stanley Eddington. Wat we je nu wel alvast kunnen vertellen. Spoiler! Is dat Eddington huiswaarts zal keren met resultaten die inderdaad de algemene relativiteitstheorie van Einstein ondersteunen? En het duurt niet lang of de hele wereld heeft hier kennis van genomen, inclusief grondleggers Einstein en Lorentz en aanjagers Erevest en de Sitter. Felicitaties gaan over en weer. In het najaar van 1919 wil Eddington naar Leiden afreizen om de mooie resultaten van zijn expeditie persoonlijk aan Einstein mee te delen. Maar moest hij er op het laatste moment toch van afzien? In plaats daarvan stelt Ellington een brief op, die via de leidse collega's alsnog bij Einstein aankomt. Ditmaal niet via de sitter, die vanwege zijn kwakkelende gezondheid in het buitenland verblijft. Natuurlijk bereikt het positieve bericht ook hem, waarop hij in de winter van 1919 Einstein van harte feliciteert met het mooie resultaat van de Engelse expedities. De overeenkomst is werkelijk zeer goed, veel beter dan ik had verwacht, en het is allemaal zeer overtuigend. Tegenover de Nederlandse natuurkundige Fokker had Einstein zijn dank uitgesproken voor de inspanningen van de Sitter, die met zijn internationale netwerk een groot aandeel heeft gehad in het succes van de expeditie. We kunnen met grote zekerheid stellen dat, zonder tussenkomst van de Sitter, Einsteins ideeën nooit zo snel Engeland hadden bereikt. Waarop Eddington's expeditie dus nooit zou hebben plaatsgevonden, laat staan de lancering van Einstein als revolutionair denker. Bovendien maakt ook de meest revolutionaire denker wel eens een blunder, zo zal blijken. Maar wie snapt de relativiteit goed genoeg om hem daarop te wijzen? In de evolutie van de algemene relativiteit speelde de sitter een belangrijke rol als Einstein's criticus en sparringpartner, met name in de cosmologie. Dat is de studie van de kosmos. Het heelal als geheel. Zoals astrofysici sterren bestuderen en planetologen planeten, bestuderen kosmologen de kosmos. De Sitter en Einstein werden dankzij de Algemene Relativiteit allebei kosmologen, omdat de theorie de zwaartekracht zo alomvattend beschrijft dat men de toekomst van het heelal ermee kan voorspellen. De formules van de Algemene Relativiteitstheorie beschrijven bijvoorbeeld hoe de energie en materie in de kosmos de ruimte zelf vervormen. Of eigenlijk de ruimtetijd voor te stellen als een tafelkleed dat vervormt met sterren en planeten erin als bowlingballen. Afhankelijk van de vorm van het heelal, de manier waarop dat tafelkleed opgerold of vervormd is, gaat het heelal een andere toekomst tegemoet. Als het helemaal in zichzelf buigt en er als een soort driedimensionale bol uitziet, noemen kosmologen het heelal gesloten. En zal de zwaartekracht uiteindelijk alle materie naar elkaar toe trekken en zal het heelal eindigen in de Big Crunch het tegenovergestelde van de Big Bang. Als het heelal daarentegen open is en andersom gebogen is in de vorm van een zadel, zal het heelal blijven uitdijen en uitdijen totdat de zwaartekracht niets meer bij elkaar houdt en alle materie oneindig ver van elkaar af ligt. Dit lugubere vakgebied, de cosmologie dus, ging dankzij Einsteins relativiteit een compleet nieuw tijdperk in, maar niet voordat de sitter hem eens fijntjes had aangewezen waar hij de fout in was gegaan. Ja, dat hoorde je goed. De Sitter verbeterde Einstein. Zo stelde Einstein dat het totale zwaartekrachtsveld, dus de som van alle zwaartekracht in het heelal, nul moest zijn in het oneindige. Met andere woorden, op oneindig verre afstanden verdwijnt het zwaartekrachtsveld. In 1916 publiceerde de Sitter hierover een artikel en schreef daarin de gevleugelde woorden: Het lijkt mij dat Einstein hier een vergissing begaan heeft. De sitter vond namelijk dat deze randvoorwaarde, dat het zwaartekrachtsveld nul moest zijn op oneindige afstanden, niet welkom was in een relatief heelal. Het was te absoluut, vond de sitter. Het begrensde het heelal juist. Einstein vond het een mooi uitgangspunt dat het heelal afgesloten was. De sitter kon daarentegen wiskundig beargumenteren waarom een oneindig heelal volgens Einsteins eigen theorie prima mogelijk was. De twee zouden elkaar kort na de publicatie van de Sitter's artikel ontmoeten. nadat Erevest zijn vriend Einstein had uitgenodigd in Leiden langs te komen. In het neutrale Nederland. Tegen deze tijd was de Sitter de directeur van de Oude Sterrenwacht geworden. waar de Sitter en Einstein uitvoerig met elkaar discussieerden. Zo schreef Eleonora de Sitter in haar biografie van haar man Willem. Beneden hoorde ik onophoudelijk heen en weer lopen en heftig redeneren. Einstein vond in de Sitter een felle maar behulpzame tegenstander en moest zijn standpunt over het zwaartekrachtsveld verdedigen. Maar de sitter gaf niet zomaar toe. Hij schreef Einstein na het bezoek per brief... Als ik dat alles geloven moet, dan heeft uw theorie voor mij toch veel van haar klassieke schoonheid verloren. Liever heb ik helemaal geen verklaring voor traagheid dan dat ik deze heb. Het resultaat? Einstein antwoordde uiteindelijk per brief dat hij toegaf inderdaad van het eindige Hela-model af te moeten stappen. Ik heb mijn opvattingen nu compleet opgegeven, terecht door u betwist. Ik ben benieuwd wat je te zeggen hebt over het iets wat gekke idee dat ik nu overweeg. Einsteins oplossing over het verdwijnen van het zwaartekrachtveld op oneindig was bijzonder creatief. Hij ontdeed het heelal in het geheel van oneindigheid. Einstein stelde voor dat de ruimtetijd volledig in zichzelf was gesloten, als het ware van een lijn naar een cirkel, maar dan in vier dimensies. Probeer het je vooral niet voor te stellen als je geen zin hebt in hoofdpijn. Volgens dit nieuwe heelalmodel is de ruimte begrensd... ...omdat de eindjes van het ruimtetijd tafelkleed met elkaar zijn verbonden... ...waardoor je nooit over het spreekwoordelijke randje zult vallen. Tegelijkertijd was het onbegrensd in de tijd. De klok houdt er nooit op met tikken. Prachtig, dacht Einstein, want hij wou per se dat het heelal statisch was. Dat wil zeggen, een universum waarin de tijd oneindig is... En de ruimte in zichzelf gevouwen. Het heelal is dan een soort onsterfelijke reageerbuis voor alle materie. Maar er was een probleem. Als het heelal in zichzelf gesloten zou zijn, zou uiteindelijk alle materie naar elkaar toe worden getrokken door de zwaartekracht en zou het heelal sterven in zo'n Big Crunch. Dat duurt een slordige 100 miljard jaar, en wiskundig of natuurkundig gezien is er helemaal geen probleem met zo'n model, maar Einstein moest er niets van hebben. Dus voegde hij een extra term toe aan de vergelijkingen van de algemene relativiteit, die hij de kosmologische constante noemde. Deze constante beschreef de uitbreiding van het heelal en werkte de zwaartekracht tegen, zodat het statisch zou blijven. Maar het is geen mooie oplossing, want het is gewoon artificieel toegevoegd, omdat het even nodig bleek te zijn. De zitter vond het ook een ongemakkelijke oplossing, laat hij Lorenz weten. Ik voel veel voor de eindigheid van de driedimensionale wereld. Maar de prijs waarmee Einstein die eindigheid betaalt, de kosmologische constante, is mij te hoog. Hoewel de kosmologische constante voor een consistente oplossing zorgde, had Einstein zelf ook wel door dat het een beetje een opportunistische truc was. Genoeg daarover, anders lacht u me uit, schreef hij naar de sitter. Die reageerde zoals hij altijd deed: hij dook in de wiskunde achter Einsteins nieuwe model. Dit deed hij trouwens weer vanuit bed, omdat hij ziek was. Maar deed desalniettemin een schokkende ontdekking. Hij schreef Einstein vijf dagen later dat het heelal, volgens Einsteins vergelijkingen met kosmologische constanten, geen materie hoefde te bevatten. Een leeg heelal dus. We weten dat dat niet het geval is. Het heelal is niet leeg. En Einstein debatteerde meer dan een jaar met de Sitter over dit verontrustende heelalmodel, dat vandaag de dag bekend staat als het de Sitter-Helal. Tegenover Einstein verklaart de Sitter over hun verschil in opvatting. Onze geloofstrijd is ontstaan omdat u een bepaald geloof aanhangt en ik een scepticus ben. Op 6 december 1918 schreef Einstein in een brief aan Erevest over het werk van de Sitter dat zijn kritiek. maar voor een deel terecht. was geweest en dat het hem. bijzonder spijt. Een tijdje later gaf Einstein eindelijk toe dat de Sitter heelal een valide oplossing was van zijn vergelijkingen met de kosmologische constanten. Voor een tweede keer moest Einstein de Sitter gelijk geven. Einstein zette de cosmologische constante in zijn vergelijkingen op nul en zou zijn constante later zijn grootste blunder noemen. Maar hoe liep het af met de helo-modellen van Einstein en de Sitter? Nou, de cosmologische discussies tussen die twee bereikten een prachtig einde, hoewel die wel pas jaren na de foto van de 5 gebeurde. Het is daarentegen op dit moment in het verhaal al zo belangrijk dat we het niet kunnen laten om het toch even te behandelen. Eind 1931 vertrok de sitter naar de Verenigde Staten voor een serie colleges, wat hem ook weer de gelegenheid gaf om zijn vriend Einstein op te zoeken. In de tussentijd was de Big Bang theory ontwikkeld, die stelt dat het heelal een begin heeft gehad, direct in strijd dus met Einsteins eigen opvatting dat het heelal statisch was en altijd al had bestaan. Ook hadden Henrietta Swan Leavitt en Edwin Hubble ontdekt dat het heelal als geheel uitzet. Waardoor de kosmologische constante op bizarre wijze toch belangrijk bleek te zijn, omdat deze uitdijing de krimping van het heelal tegenwerkte, precies het doel van de kosmologische constante. Zo kreeg zelfs Einsteins grootste blunder nog een plek in de natuurkunde. Het maakte de oude discussies tussen Einstein en de Sitter weer relevant. En daarom bogen de twee tijdens de Sitter's bezoek aan de VS zich over het vraagstuk hoe de zwaartekracht en de uitdijing precies tegen elkaar opwogen. Die strijd bepaalt immers de toekomst van het heelal. Dus welke van de twee zou winnen? Meer dan tien jaar na hun enthousiaste briefwisselingen stonden de twee nu voor Einsteins krijtbord in Californië en ontdekten zo hun uiteindelijke, definitieve heelalmodel: het Einstein-de-Sitter-Helal. De expansie in dit heelal, beschreven door de kosmologische constante, zou net snel genoeg gaan om van de zwaartekracht te winnen, waardoor het heelal oneindig lang zou blijven uitdijen. Het Einstein-de-Sitter helal is het product van een tijd- en ruimte overstijgend debat tussen Einstein en de Sitter. En is zelfs vandaag de dag nog een nuttig model om het heelal te beschrijven. Wat het uiteindelijke lot van de kosmos is, wordt nog steeds onderzocht. Maar moderne waarnemingen lijken te impliceren dat de expansie van het heelal inderdaad zal winnen van de zwaartekracht. En het heelal zal blijven uitdijen. Precies zoals Einstein en de Sitter samen concludeerden. Terug in het jaar 1919 viert men Eddington's succesvolle expeditie, wat eindst zijn reputatie als ongeëvenaard genie oplevert. Grote doorbraken waarop de sitter met trots zal hebben toegezien. Voor hem persoonlijk breekt echter een moeilijke periode aan. Het is dermate slecht gesteld met zijn gezondheid dat hij zich in een kliniek in Zwitserland laat opnemen voor een uitgebreide antibiotica-kuur. Zorgen en goedbedoelde adviezen klinken vanuit alle uithoeken. Zoals de vrouw van zijn vroegere promotor, kaptein, die de zitter op het hart drukt. Lieve Willem, wilt u nu, als u belieft goed oppassen en niet in tochtige gangen lopen? Over zijn geplaagde gezondheid spreekt de zitter opvallend nuchter. Ik ben niet voor mijn plezier ziek. Tegen het noodlot valt niet te vechten. Ondanks de lichamelijke ongemakken blijft de zitter vanuit het buitenland stug werk verzetten. Het verslechterende handschrift neemt hij op de koop toe. Niet wetende dat hij pas in april 1921, twee jaar na opname, weer naar het vertrouwde Leiden zou kunnen terugkeren. Twee jaar later is het moment van de foto, in de Sitter's oude sterrenwacht. Het is een vrolijk moment. Aan de Sitter is niet te zien dat zijn afgelopen jaren door ziekte zijn getekend. Zijn Engelse collega en relativistische penvriend Eddington is naar Nederland gekomen en ook de Sitter's collega's en vrienden Lorenz, Erevest en Einstein zijn van de partij. De zoon van de Sitter. Ulbo legt het mooie moment vast. In het Huygensgebouw van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen staat een collegezaal vernoemd naar de sitter. In de sitterzaal krijgen nieuwe studenten sterrenkunde en natuurkunde hun eerste colleges over calculus, zwaartekracht, planeetbanen en relativiteit. Ook vakken over cosmologie zijn hier te volgen. De naam van de zaal is dus gepast. De nieuwe generatie wetenschappers krijgt hier te horen over alle vakgebieden waar Willem de Sitter zich 100 jaar geleden aan toewijdde. En, ook leuk, naast het krijtbord vinden we een levensgrote afdruk van de foto van de Leidse Vijf. Perfect op zijn plaats. Vind je niet? Dit was de Leidse Vijf, geschreven en ingesproken door ons, Noor al-Dinamara en Frank Rensen. Deze productie is mede mogelijk gemaakt door omroep Sleutelstad en het Leids Mediafonds. Bedankt voor het luisteren!